Dan wil ik nog een ander dingetje laten zien. En dat is de, vind ik persoonlijk, het kroonjuweeltje van deze release. Van de release die eraan gaat komen. En dat is de combo overlay. Dat is een nieuwe overlay die we hebben toegevoegd aan onze software. Die staat bij overlays custom. Custom combo. En de combo overlay, dat is als het ware een rekenende overlay. Voor de gebruikers van een QGIS of een ArcGIS of een ander GIS pakket waar vaak ook wel iets van een raster rekentool in zit. Deze overlay kan in principe alles wat een raster rekentool van een QGIS ook kan. Hij wordt gedefinieerd door een formule waarin een bepaald rekensommetje plaatsvindt. En die formule die kan bestaan uit een aantal functies die een operatie uitvoeren, zoals add en dan een getal en een ander getal bij elkaar optellen. En die formule die wordt voor elk celletje in de 3D-wereld wordt die vervolgens uitgevoerd. Dus er wordt ruimtelijk doorgerekend. Nu is deze formule is niet zo heel erg spectaculair. Als ik deze nu laat doorrekenen, dan krijgt elk celletje in de 3D-wereld krijgt de waarde 3 toegekend. Want dat is de waarde 1 plus 2. Maar het is ook mogelijk om aan te geven dat er bepaalde parameters zijn die je wil meegeven in die formule. En dat zijn dan andere overlays in je model. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb een digital surface model kaart. En wat ik wil hebben is de hoogte van die digital surface model kaart plus 2. En als je dat laat doorrekenen, dan krijgt elk celletje een nieuwe unieke waarde toegekend. Namelijk de hoogte die hij op dat moment vindt in de digital surface model, in de hoogtekaart. Maar dan met 2 erbij opgeteld. Dus hier hebben we bijvoorbeeld een landhoogte van min 1,6. Tel er 2 bij op en dan zit je op 0,3. Nou, dat klopt wel zo ongeveer. Plus minus een afronding. Dus eigenlijk een beetje de raster calculator, dus hoe je dat uit een GIS-pakket gewend bent. Klopt. En dat, ja. Daar kan je dan vervolgens dus in Tigon ook al een aantal rekensommetjes mee uitvoeren. Een aantal pre-analyses mee uitvoeren. Wat ik bijvoorbeeld hier heb in dit project zijn 2 wateroverlays. Eentje zonder brug en eentje met een brug. En wat ik hierin heb toegevoegd is een kaart. Een combo overlay die vergelijkt als het ware die twee berekeningen. Mm-hmm. En geeft vervolgens aan waar staat meer of minder water als je wel of niet met die bruggen rekent. Dus als je met bruggen rekent, dan staat er hier meer water. En hier significant minder water. Dat is logisch, want het water wordt hier door de brug tegengehouden. Dus ik heb 2 situaties doorgerekend. En met deze kaart kan ik nu ook gewoon exact het verschil zien tussen die 2 simulaties. Tussen die 2 berekeningen. Ik kan ook een kaart maken die bijvoorbeeld kijkt naar waar ligt land, waar ligt water. En wat is de terreinhoogte. En ik heb een beleid in dit gebied dat wanneer er een watercalamiteit plaatsvindt, dat er in principe ook retentie op land mogelijk is, maar dan wel maar tot op een hoogte van min 1,5 ten opzichte van NAP. Ik zeg maar wat. Wat deze overlay nu berekent, dat is dan dus het retentiepotentieel van het land. Hoeveel water kan er daar op het land geborgen worden tot aan die hoogte in geval van een dergelijke calamiteit? Oké. Ja, dus eigenlijk heb je een heel veelzijdige analyse tool hiermee onder handen. Dat is het idee, ja. Zonder de data die je al hebt berekend in Tigron is te exporteren naar andere software. Dat je binnen Tigron gelijk je analyse doet en dat analyse resultaat ook alweer kan gebruiken als een vervolgstap of input voor iets anders. Precies. Deze berekening die vindt volledig plaats binnen Tigron. Je hoeft hem daarvoor niet meer naar een ander GIS-pakket te tillen. Lijkt me ook een heel handige functionaliteit als ik het zo zie, lees, hoor. Het enige waar ik nog een beetje tegenaan loop. Is die formule taal, of hoe zou ik het precies zeggen?
Query language. Ja, die ken ik niet. Nee. Dat kan aan mij liggen, maar ik ben natuurlijk ArcGIS van S3 gewend en daar zie ik deze tekst toch minder in. Sommige dingen ken ik wel, een heleboel niet. De kans bestaat dat het dat vanwege de manier waarop Tigron het verwerkt, dat het net even een uniek smaakje is. Maar het is wel zo dat de operaties, dat zijn wel herkenbare. Bijvoorbeeld subtract. Neem een getal en haal er daar één van af. Het wordt hier in principe vormgegeven in de stijl van een functie. Het is een functie waar twee parameters in gaat. En daar komt vervolgens een getal uitrollen. Oh, maar zover ben ik wel mee hoor, Rudolf. Maar bijvoorbeeld de mul, dat is dan een als-functie. Die ken ik als een if, maar niet als mul. Oké. Dat is dan inderdaad een goede, waar misschien nog wat meer uitleg over kan komen en waar we ook documentatie over hebben. We hebben ook op onze wiki de verhaal over de combo-overlay met ook alle functies die erin staan. Maar belangrijk daarin ook onderin een aantal voorbeelden. Ja. En jij nu omschrijft als een als. Dat is wat wij dan noemen een mask. Een masker. Een kaart die als het ware aangeeft hier wel, hier niet. Mm-hmm. En dus de truc die wij daar dan voor gebruiken, dat is dan een groter dan of een kleiner dan functie. Dus die heb ik hier ook erin staan. Dat is less than. Wat aangeeft, als de hoogtekaart lager is dan 1,5, dan wil ik dat hier een rekensommetje voor plaatsvindt. En anders wil ik dat hier gewoon het getal 0 komt te staan. Dat is een beetje hoe wij de als hierin ook mogelijk kunnen maken. Ja. Maar we hebben dit ook wel als een expliciet voorbeeld. Want als je dit niet direct ziet of als je dit niet direct weet, dan kan het inderdaad behoorlijk zoeken zijn naar hoe zit zo'n als dan in elkaar. Nee, maar het feit dat... Robin, Rudolf. Oh, ja, dankjewel Robin. Florian. Doei. Doei. Nee, maar het feit dat het al zo is beschreven op in de wiki, dat scheelt al heel veel. Zover had ik nog niet gekeken, maar dat was wel het eerste wat me opviel toen ik die formule zag. Ik denk, hé, deze die ken ik niet vanuit mijn eigen ervaring. Ah. Maar een voorbeeld rekensommetje of verschillende voorbeeldsommetjes, die helpen altijd heel erg om te denken van, oh ja, wat voor soort analyse wil ik doen? Oh ja, dat is er zo eentje. Hoe is die al een keer eerder opgeschreven? Ja. En wat ik persoonlijk wel ervaar als de crux bij dit soort dingen is natuurlijk enerzijds, je kan er heel erg veel mee. Het is heel veelzijdig, dat kan je wel direct zien. Maar als je het voor het eerst ziet, dan heb je misschien nog niet direct een grip op wat wil of kan je er dan mee doen. En als je dan vervolgens een keertje bedenkt van wat wil of kan je ermee doen, dan is het weer vervolgens weer zoeken naar hoe kan je dat daar dan mee. Want het is je kan er heel veel mee, het is groot en complex. Zeg maar Tigron, maar dan in microcosm. Ja, geeft je ook aan wanneer je een fout maakt in de formule? Even kijken, er wordt wel een melding gegeven. Het systeem is daarin nog niet perfect. Hij probeert wel aan te geven van, er is iets opgetreden. In dit geval, nou, ik mis ergens een haakje. Mm-hmm. Want hij kan die haakjes stellen, hij kan weten of hij wel of niet uitkomt met een structuur. Alleen wat hij dan niet gelijk voor je kan invullen is, waar mis je het haakje dan? Nee, maar er zit wel een soort verify functie op van, hey, je hebt nou iets ingevuld, de formule, maar... Ik kan deze nou niet doorrekenen. Ja, als hij ergens tegenaan loopt, dan geeft hij daar inderdaad wel een melding van. Ja. Dat is wel heel fijn. Want als je een formule zou toevoegen en dan zegt reken maar door en er komt niks, dan snap je het ook niet. Precies, ja. Er is natuurlijk nog wel, maar ja, dat is met elk van dit soort dingen. Er is een grijs gebied in wat je hebt ingetikt, is syntactisch correct, maar het is niet wat jij zozeer bedoelde. Ja. Dat is ook eentje om rekening mee te houden. Dus kijk ook vooral altijd naar de resultaten die je er dan vervolgens weer uitkrijgt.
Je kan hier heel veel mee. Je kan hiermee formules mee opbouwen die je zelf wil. Als het syntactisch niet rond is, dan krijg je er wel een melding van. Ja, nee, heel goed.